Ongeveer 2900 Sinopharm gevaccineerden moeten een derde prik omdat ze met een te korte naald zijn ingespoten. Het gebruik van korte naalden heeft plaatsgevonden op de twee eerste vaccinatiedagen van het Sinopharm vaccin, namelijk op 12 en 13 juli. Dinesh Gokul, waarnemend manager van het Nationaal Immunisatieprogramma, zegt dat deze fout is opgetreden omdat in de meeste gevallen de naalden die zijn meegekomen met het vaccin gebruikt worden om het vaccin toe te dienen. Echter moet het Sinopharm vaccin in het spierweefsel toegediend worden waarvoor een iets langere naald nodig is. Dus u moet rekening houden dat er voor het vaccinatie gebeuren. In de spier wordt geprikt bij bepaalde vaccins en bij andere vaccins soms in het vetweefsel onder de huid. Er is dus met de lading die van vaccins dat uit China is gekomen, zijn er dus van die 5/8 inch naalden zijn dan meegekomen. En die naalden zijn dus meestal niet, die naalden worden dan niet gebruikt bij intramusculair, dus in de spier, om de vaccin toe te dienen. Begrijpt u? Maar dat zijn de naalden die zijn meegekomen met het vaccin. Bij de zending van Sinopharm zijn er naalden gekomen die, die eigenlijk gebruikt worden bij het toedienen van subcutane injecties, dat wil zeggen injecties in het vetweefsel. Ja. Als je de gemiddelde Chinees vergelijkt met ons, weet je, iemand die mager is, ja, kan je met een naald dat zo kort is, kan je misschien toch nog een beetje in die spier terechtkomen. Maar de gemiddelde Surinamer heeft een laag vetweefsel. Tot nu toe is het dus op nadat het dus is opgevallen dat die naalden zijn verstrekt, is er dus van 12 en van 13 juli een inventaris gemaakt om hoeveel personen het gaat. En het is dus direct een correctie opgetreden dat we dus andere naalden en spuiten gebruiken. We gebruiken dus die spuiten en naalden die worden toegediend bij die gebruikt worden bij intramusculaire injecties, want zo worden die injecties genoemd, die in de spier moeten geschieden. Mm-hmm. En daar hebben we dus gebruik gemaakt van die naalden en spuiten bij de andere groep vanaf 14 juli. Gokul zegt dat dit incident met deskundigen is besproken en zij geven aan dat het vaccin bij deze personen in het vetweefsel terecht is gekomen. En op basis daarvan kunnen zij geen goede immuunreactie krijgen. Er kan dan ook niet worden gesteld dat deze groep volledig gevaccineerd is. Zoals ik u al heb gezegd, zijn de deskundigen geconsulteerd om dit incident te bespreken. En op advies van de deskundigen is het dus gezegd dat het, deze personen de kans geboden moeten krijgen om zich volledig te laten vaccineren. Vandaar dat de derde prik wordt aangeboden. Als de mensen voor kiezen, je kan mensen niet dwingen om een volledige vaccinatie te krijgen. Maar we willen de mensen wel ertoe aanmoedigen om die derde prik te nemen. Vooral die mensen die met een veel kortere naald zijn geprikt. Omdat we op die manier dan wel kunnen garanderen dat de persoon volledig gevaccineerd is. Personen die het derde prikje willen nemen kunnen zich hiervoor van 26 tot en met 29 augustus aanmelden bij de politieacademie. Deze personen hoeven geen afspraak te maken.